kijken! Anders kom ik naar je huis toe en dan lig ik onder je bed! Iedereen die deze video liked en abonneert, komt een beeld. Dus wil jij graag een beeld? Ik zou zeggen, like deze video en abonneer zeker op dit kanaal. En ben je langer geabonneerd, maar ben je nog nooit een beeld geweest? Laat in de comments achter dat je een beeld wil komen. Deze drie mensen staan in ieder geval nu in beeld. Hallo dames en heren, leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Bangalitten video. En ik heb een like challenge voor je mensen. Like deze video in 3 seconden tijd. Anders is er een grote kans dat Daddy Longlegs, Mommy Longlegs en zelfs een babytje van Mommy Longlegs, ja, die komen dan naar je huis toe. En dat wil je liever niet hebben. En die gaan onder je bed slapen. Hey, we hebben hier een ATM. Wat staat op de ATM? Even kijken hoeveel geld ik heb, mensen. Ik ben een rijke papa, snap je? Ben ik rijk? Oké, misschien niet heel erg rijk meer, tenminste. Kan ik zien als ik een pauze druk. Ik heb, $20,000. Valt wel mee en 8.000 op de bank staan. Maar goed, we hebben netjes gedaan en ja, daar gaat het niet om. Jullie kunnen zien, ik ben rijk. En we gaan even lekker dansen met Kissy Missy. Oh jawel, Kissy Missy, jeeha! Jij zin om lekker met mij dansen te gaan? Hè? Ja, kom lekker dansen! Ik kan alleen niet dansen. Maar hey, kom straks met mij mee naar huis, ja? Die Hucky Wucky, dat is toch niks, jongen. Dat is een arme sloebe. Kijk waar die woont en kijk waar ik woon. Je hebt wel gelijk, hoor. Ja, je weet toch waar Hucky Wucky woont. Die wordt dus eens een keer ondergrondse bunker lijken, omdat hij gewoon niet kan betalen. Die heeft niet eens werk. Wat zie jij in hem? Ja, dat is waar. Ik weet het niet. Ik had tijd al uitmaken, maar... Oké, en wat zeg jij, Kissy Missy? Moeten mensen abonneren op dit account, op Delly? Ja, want Delly moet wel even 100.000 abonnees halen, hè? Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat Delly ook 100.000 abonnees moet halen. Dus abonneer allemaal op Delly. Als je dat niet doet, dan ga ik je niet opzoeken. Dan ben ik niet zo vriendelijk. Oh, oké. Dus mensen, verdeel de video ook even met iedereen, zou ik zeggen. Van school, je vrienden, weet ik veel wat. Om even naar de 100.000 abonnees te gaan. Wij uploaden tegenwoordig ook shorts op het kanaal, Delly. En ik moet zeggen, de shorts gaan hard. Alleen we hebben niks aan shorts. Wel, oké, we hebben abonnees. En je snapt denk ik wel dat de focus wat iets dikker op de abonnees ligt op dit moment. Want ja, ik wil gewoon heel graag de 100.000 abonnees halen. En mensen, ik heb even een aankondiging. 23e van juli, oftewel juli 23e. Ja, 23 juli, even goed zeggen, Delly. Ga ik naar de Dutch YouTube Gathering. Ik heb tussen 4 uur 's middags en 5 uur 's middags een meet and greet gepland staan. Mij lijkt het ontzettend leuk als jullie erbij zijn. Jullie namelijk korting kunnen krijgen of zo. Wil je namelijk 10% korting een kaartje kunnen kopen? Dat kan op de onderste link. Dus klik op de onderste link in de beschrijving. En zo kun je namelijk 10% korting bemachtigen om naar de Dutch YouTube Gathering te gaan voor een leukere prijs. Dus mensen, als jullie mij willen meeten, zie ik jullie daar op 23 juli bij de Dutch YouTube Gathering. Jullie kunnen ook andere YouTubers meeten. Alex Klein, weet ik veel wat allemaal. Ook andere TikTokers, Glenn Fontijn. Oké, die komt er waarschijnlijk niet. Maar Alex Klein is een beetje een gelijke YouTuber. Wat ik doe, zeg maar. Jullie kijken ook heel veel naar hem, kan ik zien op mijn kanaal. Of Mick, Giel, weet ik veel wat allemaal. Die komen er ook allemaal naartoe. Dus lijkt het jou leuk om hun ook te ontmoeten naast mij. Ik zou zeggen, bemachtig je ticket eventjes. Maar gebruik even de link in de onderstaande beschrijving. En zo kun je namelijk 10% korting bemachtigen. Dus ik hoop dat ik jullie zie. En mij lijkt het ook heel leuk om jullie gewoon even een keer voor het eerst te ontmoeten. Want ja, jullie kijken wel dan naar mijn video's. En jullie weten wel hoe ik eruit zie. Maar ik weet helemaal niet hoe jullie eruit zien. Oké, nu heb ik een facecam. Maar ik denk dat de meesten al weten hoe ik eruit zie. Anders kun je gewoon mijn TikTok volgen, weet je. Dan zie je dat ook wel. Mij lijkt het leuk om te zien ook hoe jullie eruit zien. En kom allemaal naar mijn meet and greet toe om 4 uur 's middags bij de Dutch YouTube Gathering. Ik verwacht een volle zaal. En dat gewoon een uur niet genoeg is. Nou ja, oké, dat is misschien heel veel. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Walibi was ook chaos toen. Maar goed, we zijn dus aangekomen bij ons huis. En ja, ik heb even heel veel getetterd, maar het is wel relevante informatie. Oeps. Oké, we moeten niet onze auto naar de gallemieters helpen, hè? En ik weet het, ik heb een klein autootje. Dat schijnt de rotautootje van Mommy Longlegs. Die wil gewoon niet hoog rijden. En voor de mensen die denken dat ik samen met Mommy Longlegs woon, dat is not true. Weet je wat het is? Mommy Longlegs is arm, snap je? Ik ben rijk. Ik heb een relatie met Mommy Longlegs, maar verder heb ik eigenlijk niks mee. Maar mensen, ik ben thuis aangekomen en weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker naar bed toe. Ik ga slapen, mensen, want ik ben kapot. En ja, ik ben gewoon steek kapot. Laten we eerlijk zijn. Ik ben gewoon dood moe. Oké, we gaan naar bed toe. Dus mensen, even mijn bed opzoeken. En ik weet, het is gewoon echt een mega huis. Het is gewoon een mega mansion van mij. Maar hey, I love it, man. En ik pak natuurlijk het grootste bed, hè. Oké, dat zijn wel mooie tekeningen. Wel, guys. Yeah! Oké, mensen, welterusten en ik ga lekker slapen. Doei, doei. Oh, goedemorgen allemaal. Oh my god, ik ben moe. En ja, ik heb vandaag ook op pad. Ik weet niet wat er gisteravond gebeurd is. Ik heb een leuke avond gehad. Ik ben uit geweest. En ja, oké, we gaan even springen in het water. Jeet! Oké, dit moet je wel even oplossen, want het slaat op niks. Bubbelen in een bubbelbad. Lekker in een bubbelbad. Ik zeg eerlijk, mensen, nu ik dit huis zo zie. Ik wil ook gewoon een dik huis hebben, man. Met een eigen privé zwembad. Dat ga ik 100% aanschaffen later. Oké, ga even kijken wat ik dit jaar allemaal nog. Weet je wat ik. Ja, ik kan gewoon niet naar openbare zwembaden. Dat gaat niet. Dus ik zou gewoon een privé zwembad willen. En weet je wat ik niet naar openbare zwembaden kan? Ja, dat spreekt wel voor zich. Job en ik hebben dezelfde reden. Dus ja, dan weet je dat. Oké, ik ga even naar mijn zoontje toe. En lekker lieve zoon van mij. Hallo. Yeah, Delly, wat ga je doen vandaag? Ik ga boodschappen doen, ja. Ik ga je favoriete eten halen. Oh, echt? Wat ga je halen? Iets lekkers. Oké, ik ben benieuwd. Zie ik je zo dan? Jazeker. Mijn zoon is heel benieuwd wat ik te eten ga halen. En we gaan gewoon lekker eten halen. Iets wat hij sowieso lekker vindt. En we gaan lekker weg op dit moment, mensen. Let's go. Oké, we pakken ons autootje en we gaan even boodschappen doen. Oh ja, we hebben gewoon voer nodig, ja. Oh my god. En mijn zoon, die zit altijd op dat veld daar. Die gaat er nooit af. Ik weet niet. Ik denk dat het gewoon iets met autisme te maken heeft. Kan gebeuren. Mijn zoon heeft gewoon autisme. En ja, die zit altijd al op dat veldje. Die gaat nergens anders naartoe. En heel soms in een bubbelbad, daar zit hij ook nu wel eens. Maar verder, ik weet niet, hij vindt gewoon een leuke plek. Het is gewoon een helikopterveld, maar ik waarschuw hem altijd wel. Als er een helikopter aankomt, gaat hij wel weg. En meestal doet hij dat ook wel, dus dat is fijn. Oké, we gaan even de supermarkt even, we gaan even naar binnen toe. Oké, hallo.
Yes, oké, dat is goed om te weten. Doe maar alsjeblieft één worstje alsjeblieft, oké? Okay? Een meteoriet, en dit. Oh, kan dat niet? Hoezo kan ik niet kopen? Wat is dit? Hey, let's go, yee. Hoppa, wat denk je? Wat is dit? Waarom kan ik niks kopen dan, vriend? Ik wil eten. Kom op. Ik heb eten nodig voor mijn kind en dat doe je zo. Weet je wat? Oké, we worden wel rijk op een andere manier. Oké, mensen, je mag niet vertellen hoe ik rijk ben geworden. Niet zeggen, hè, dat ik zo rijk ben geworden. En we hebben money gepakt, jongens. Oké, wegwezen hier. Hey, wij, waar denk je naartoe te gaan dan, hè? Kom dan, hè? Kom dan, kom. Dacht dat niet, vriendin? Zo, dat vind ik wel heel snel. Ik bedoel, kijk hoe ik sla één keer iemand neer en die is gelijk dood. Hoe kan je gelijk doodgaan als je iemand neerslaat? Ik snap het niet. Ik ben toch ook niet gelijk dood als iemand gewoon een teringharde klap tegen mijn achterhoofd geeft en dat ik dan gewoon keihard met mijn bak zit op vloer val. Ik heb waarschijnlijk echt wel gebroken tanden, bloed in de bek, maar ik ben niet dood. Oké, mensen, en we gaan naar beneden toe. Let's go. En we gaan even ons zoontje even bezoeken, want ik heb zijn lievelingseten gehaald. Mijn liefste zoon. Ik ben. Zoon? Waar ben je gebleven? Zoon. Oh my god. Waar is hij? Zoontje? Oké, of hij is van de bubbelbad, hè? Want verder is hij nergens. Oké, is het ons binnenzwembad nog? Hallo? Ook hier al niet. Hij is nooit op zijn kamer. Dat geloof ik niet. Dus even zoeken waar, kijken waar die baby van mij is. Hij kan ook nog wel eens een binnenzwembad zijn, dus we gaan even hier kijken. Liefste zoon. Ook al niet. Waarom is hij weg? En waar is hij naartoe? Auw. Oké, we hebben in ieder geval een zwembad. En hoe diep is het zwembad eigenlijk? Oh my god, dit zwembad is best diep. Maar hij kan niet zomaar verdronken zijn, anders had ik dat maar gezien. Mijn zoon is gewoon weg. Ik wil ook zo'n huis. We hebben gewoon eigenlijk zelfs een eigen glijbaan gewoon. Die heb ik speciaal voor hem hier neergezet. Maar hij maakt er niet heel veel gebruik meer van. Snap je dat mommy Lonex hier niet woont? Ik vertrouw aan die man. Ze is zo arm als weet ik voor wat. Ze werkt niet eens. Maar toch, ik heb wel een relatie mee. Oké, we gaan onze auto weer pakken. En we gaan weg hier. Oké, het kan zijn dat mijn zoon misschien bij Huggy Wuggy is of zo bij mommy Lonex samen. Dat kan. Dus weet je, we gaan nog wel even kijken. En even kijken of hij ook daadwerkelijk daar is. Want ja, hij is daar ieder weekend. Ik weet het, maar mijn zoon is nog niet weggelopen. Dat kan niet. Ik ben mijn baby kwijt, bro. Oh, ik zweer het. Ik voel me wel aangedaan. Het zou gewoon mommy Lonex kunnen zijn, hè, die dat doet. Want die is echt op zulke praktijken. Ik hou niet van haar. Ik zweer het je. Ik weet niet. Ik voel gewoon niks voor. Zij wil gewoon niks. Zij zit de hele dag een beetje op de bank te hangen. Uitkering. Meer heeft ze niet. En ik heb gewoon een hekel aan dat soort volk. Want ja, ik betaal gewoon de helft aan belasting in Amerika hier zo aan dat soort idioten. Waarom werken die niet? Omdat ze gewoon niet willen werken. Ze zijn gewoon luie idioten, man. En daar betaal ik belasting voor. Oh, met onze linkse regering. Ik hou daar niet van. Dat is wat Daddy Lonex zegt. Ik wil gewoon een liberaal iets. Want weet je, ik wil geen belasting betalen als ook. Maar goed, we gaan naar mommy Lonex toe. Let's go. Oké, lieve mensen. En we zijn dus bijna aangekomen op de spot. En ja, hier moet het nou precies zijn. Oh mijn god. Moet ik hier nou serieus van de schans afrijden? Of wat moet ik doen? Jeet. Oké, dat had ik beter niet kunnen doen. Auw. Mama Longlex, dat is jouw auto nu, hè? Zo kom ik naar jou toe vandaag. Heb je zelf verdiend. Oké, dus daar woont mommy Lonex. Ik weet haar schuilplek, dus dat komt wel goed. Mommy, ik kon die baby halen hier zo. Oké, we gaan hier naar beneden toe. Let's go. Huggy Wuggy, daar ben ik dan. En waar is mommy Lonex en waar is mijn kind gebleven? Ik weet niet waar je kind is gebleven, maar waarom ga je vreemd met Kissy Missy? Zegt ze dat ik vreemd met haar gegaan ben? Dat zegt ze. Oké, ik snap het niet, Huggy Wuggy. Wat bedoel je? Ja, ik weet niet, maar ik was er altijd mee bezig en je bent zo ik vind je echt een rotzak, weet je? Je bent echt een kutvader van mij. Hoezo schuilt je me uit? Ik heb je alle tijd geleerd hoe je vrouw moet versieren. Je weet ook dat ik al zo onzeker was. Heb ik eigenlijk een vriendin en dan doe je dit. Ja, sorry. Niks is sorry. Mensen zoals jij gaan ervoor boeten. Hey, niet tegen je vader zo beginnen. Ik heb wel alle trucjes geleerd hoe je kinderen of hoe je meiden moet fixen. Dat jij uiteindelijk zo zwak bent, zegt niks. Zeg meer over jou dan over mij. Heb je nou eigenlijk je lesje geleerd? Huggy Wuggy. Doe even normaal. En gauw wegwezen hier, want we hebben niet veel meer te zoeken. Want ik zeg het je eerlijk. Oké, ik ben vreemd gegaan. En dat is misschien niet helemaal goed. Ach, kom op, je hebt het zelf echt gewoon zelf verkloot, man. En niet voor je liegen, maar dat is wel zo. Oké, we gaan even naar de volgende plek toe. Daar kan mommy Lonex ook nog wel eens zijn. Ik weet dat ze daar vaak is. Dus ja, we gaan eens even op zoek daarnaar. En even kijken of we haar kunnen vinden, man. Oké, we gaan afsnijden. Maar kijk hoe mijn auto hier doet. Oh my god, oh my god. We zijn in het bos. In het bos. Oké, ik ga het niet afmaken hier. Oei. Wow, gekke stunt. Waar ben ik? Oh, niet zo'n goed idee. Oké, en we zijn er dus bijna. En waarom is de politie boos? Oké, is er een boerenprotest of wat? Ik zie die tractor allemaal zo duwen. Als toch niet weer een boerenprotest, word ik weer echt opgehouden door tractors. Ik steun de boeren, maar kom op. Oké, en? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Bij Rebel, daar kan ze ook wel eens zijn. Daar haalt ze altijd haar eten. Oh mijn god, wat gaat hier nou gebeuren? Wat krijgen we nou? Oei. Oh mijn god. Oké, ze gaat tegen elkaar vechten. Ouch. Oké, wat gebeurt hier nou? Wat? Er is één grote ruzie. Elo. Wat? Oké, dit is echt niet goed. Oh mijn god. Oei. Oké. Dit gaat helemaal fout. Oké, lekker. Steek ze maar neer. Oei, één killer wil eens neer. Oké, wie gaat er winnen? Oei, pas op. Damn it. Hey. Kom op. Ga je ook al tegen mij beginnen, killer Willy, hè? Zo doen we dat. Een uppercut. Wat zit je allemaal die dames te vermoorden, vriend? Ik snap het. Zo, kom aan, hè. Hoppa. Lig jij. Lig je nou nog niet? Kom op. Lig je nou?
Zo. Mijn god, allemaal Killy Willys. En daar is er ook nog eentje. Die gaan we niet sparen. Boom. Wegwezen. Dit meen je niet. Waarom zat die Killy Willys allemaal te vechten op deze plek? Oké, het is wel een beetje een gekke plek om te vechten. Dat moet ik ook wel even toegeven. Maar het zal allemaal weer. Goed, wij gaan nu even echt naar Mommy Lonex toe. Want ja, ik heb haar nog steeds niet gevonden. Ze kan ook daar thuis zijn. En anders is ze een schuilplaats gevonden. En ik denk dat ik het wel weet. Want er stond inderdaad voor het laatst een huis te kopen, een appartement. Daar kan ze ook ineens naar verhuis zijn. Dat zij probeerde te onderduiken zo met haar kind. Ik besteed gewoon genoeg aandacht aan hem. Hij doet gewoon zijn ding. Hij wil gewoon alleen gelaten worden. Dat is wat mijn kind wil. Maar dat snapt Mommy Lonex helemaal niet. Mommy Lonex zit altijd maar gewoon van ja, je moet je kind ook leren opvoeden. Oké, niet nu. Hij is nog jong. Laat hem even nog. Later gaan we dan naar elkaar kijken, weet je. Maar laat hem ook even eerst genieten. Ik bedoel, jij wou toch ook gewoon genieten toen je een baby was. Ik ook. Snappen mensen dat niet of zo? Zijn ze dat echt gewoon vergeten? Met desalniettemin, we zijn er bijna aangekomen. En ik weet dat je mama 60 km per uur rijdt. En ik rij wel een stuk harder. Maar ze ben ik gewoon. Ik ben een scheurder, dat weet je ook wel. En een paar wielrenners. Ja, sorry. Ik heb niks met jullie. Sorry dat ik het doe, maar ja, jullie zitten altijd te hinderen. Altijd die arrogante grote mond tegen mij. Wat krijg je ervan? Oké, en we zijn dus aangekomen op de volgende spot. Ja, oké, even al dat hout kapot rijden hier. Want ik bedoel, ik ga Mommy Lonex niet sparen hoor. Laat niet eens weten dat je kind er meegenomen. Normaal bel je dan even zo van, hé, ik heb je kind. Maar goed, we gaan hier even naar binnen toe. En we gaan eens even PJ, ja, of ik weet niet, Mommy Lonex. Hey Banzo Bunny, heb je Mommy Lonex gezien? Nee, maar je gaat vreemd. Mommy Lonex is erachter gekomen. Echt waar? Ja. Oh mijn god, shit. Misschien dat gewoon een probleem was, man. Maar ik had dan niet vreemd. Ik weet niet wat er gebeurd is de afgelopen avond. Ik heb dan niks geks gedaan. Jawel, je hebt iets heel doms gedaan. Oké. Weet je, dat accepteren we niet als gezin hier. Hey, wat doe je? Waar zit je me aan te vallen? Oh my god, en waar zat hij weer op te nemen? Altijd zo. Hela, oei, ze gaat tegen elkaar beginnen. Hé, wat doe je nou, hè? Ik heb het toch niet zo opgevoed. Wat ga je nou op mij lopen schieten? Je weet dat dat geen zin heeft. Je weet dat. Ga terug jij, back off. Zo. Kom op. Jij gaat weg daar, oké? Stommerik. Heb je nou eindelijk je lesje geleerd? Hè? Zo. Jij gaat neer. En wegwezen hier, let's go. Ik zweer het, ik ben jullie allemaal zat. Kissy Missy heeft het al verraden. Ga je ook beginnen? Niet doen, hè? Snap het, je wil Mommy Lonex beschermen. Maar dat laat ik niet toe. Oké, wie nog meer? Jij ook al? Dacht het niet, vriend. Zo, en wegwezen hier. Oh. Oei, is dit het plan van Mama Langbeen of zo? Of wat is het? En dat was net een explosie. Alright. Oei. Oké, weg. We zijn echt de Sjaak anders, hè? Ik zweer het je. En we gaan maar rijden ook, want anders komen we toch te laat ook straks. Maar dat heeft iets met Kissy Missy te maken. Ik weet het zeker. Kissy Missy is gewoon een snitch hier zo. Ik weet gewoon niks. Heeft hij mij dronken gevoerd of zo? Heeft hij iets in mijn drankje gedaan wat mijn geheugen wist de volgende dag? Ik zweer het je. Kan niet anders. Oh, ik bedoel, ik weet gewoon helemaal niks meer. Maar als iedereen weet dat ik vreemd ben gegaan, dan moet er iets in mijn drankje zijn gegaan, snap je? En daar hou ik niet van. We gaan gewoon naar binnen toe en we gaan eens even kijken. We gaan eens even geluid maken van hem. Hallo. Beste man. Oh, hij is weg. Dat is snel. Ik weet niet waar die is. Oké, het zal hem wel. Hij zal niet achter de bar zijn, dat weet ik ook wel. Kissy Missy, hè? Wat dacht je dan? Wat heb jij gezegd? Rotzak. Wat denk je wel niet? Hè? Oh shit, ik heb haar gelijk vermoord. Ik had haar eerst beter uit kunnen laten praten. Mijn agressie ook altijd, man. Ik word altijd agressief van Kissy Missy als ze zoiets doet. Oké, nieuws vreemd gaat misschien niet de juiste oplossing, maar ja. Maar goed, de avond begint te komen. En ik denk dat Mommy Lonex wel even in stress is. Als zij niet meer haar zoon kan bereiken. Dus weet je wat? We gaan zorgen dat zij er ook aan gaat, vriend. Dit pikken we niet. Oké, naar Mommy Lonex toe. Let's go. En we gaan eens even. We gaan haar echt een lesje leren. Nu is het te ver gegaan. En ik weet dat ze heeft waarschijnlijk een nieuw appartement gehuurd. Want ze kan niet eens kopen, ze is arm. Oké, en go for it. Mommy Lonex, jij gaat hier niet meer langs. Kan ik je vertellen? Want papa gaat je even pakken, vriendin. Oké, dus hier moeten we naartoe. Hé, eerlijk, die sunset is kapot nice, hè? Is koulo mooi. Oké, sorry. Ik heb een grote shotgun. Is niet naar jou bedoeld. Even dat je het weet. Het is voor Mommy Lonex. Mommy Lonex, wat heb je in vredesnaam gedaan? Ik weet dat je hier woont. Hè? Mommy, wat heb je gedaan? Wat doe jij stom? Hé, wat denk je wel hier vreemd gaan, hè? Jij bent de stomste man. Alle mannen zijn hetzelfde. Ik zweer het je. Door jou vertrouw ik je mannen meer. Ben ik vreemd gegaan? Zij heeft iets met een drankje gedaan. Ja, dat geloof ik niks. Alle mannen zijn toch hetzelfde. Oké dan. Maar mama, jij moet me geloven. Ik zweer, wat ga je doen? Ja, dan ga je zelf wel zien wat je kan doen. Hé, wat? Wat heeft dat te betekenen? Hé, wat heb je gedaan? Je bent baby vermoord. Stomme rotzak. Ik zweer het je. Oh nee, mensen, mijn baby is gewoon vermoord. Maar ik heb wel het einde van de video bereikt. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Like even deze video, abonneer op dit kanaal met belletje aan. Helaas geen happy end. Maar mensen, tot de volgende video. Doei doei.